Ik ga mijn versie van de Tinder-kloon Amor voorstellen. Dit is het beeld bij het laden. Dan wordt de eerste user, in dit geval Latif, ingeladen. Wordt het eerste bericht van de inbox ingeladen, namelijk van Blanca, die ontvangen is. En dan op deze manier wordt het gesprek tussen Blanca en Latif weergegeven, omdat de huidige user wordt opgeslagen globaal en de friend ID gekoppeld is aan het data-attribuut van deze. Hier is een gesprek. Je kan dus een berichtje sturen met Hi Blanca. Zo. Dan zie je dat het hier weer springt in de outbox, dat het hier ook wordt aangepast. Rechts zie je al de unanswered matches, dus die nog door niemand beantwoord zijn. Die kan je een like, super like of een like geven. Op deze manier bijvoorbeeld kan ik haar een super like geven. Hier onderaan zijn alle beantwoorde matches. En hier al de beantwoorde matches. En hier zie je als jij geantwoord hebt en als de andere user heeft geantwoord, zie je een heel klein icoontje rechts met de indicatie wat die user heeft gedaan. Voor de rest kan je ook nog altijd op een bericht in de inbox of de outbox klikken en dan wordt het gesprek met die gebruiker geladen. Vanaf je ook een andere gebruiker in de users aanduidt, wordt opnieuw hetzelfde. Deze user van de inbox wordt het eerste bericht in de inbox geladen en dan het gesprek met die persoon geladen. Voilà, dat is mijn versie.